Dit altaarstuk in het Frans Hals Museum in Haarlem kent elke bezoeker al wel. Het middenpaneel, de moord op de onnozele kinderen, is gemaakt door Cornelis Cornelisson van Haarlem, nadat het middenpaneel in de tijd van de beeldenstorm was verdwenen. De zijluiken zijn echter van Maarten van Heemskerk, een groot kunstenaar die door de aandacht voor de kunst van de Gouden Eeuw, bijna een halve eeuw later, wat in de marge is verdwenen. In de normale opstelling zien we alleen deze zijluiken. In het kader van de Maarten van Heemskerk tentoonstelling, die in het Frans Hals Museum te Haarlem, het Teylers in Haarlem en in Alkmaar het Stedelijk Museum plaatsvindt, heeft er een klein wonder plaatsgevonden. Wat is nou zo bijzonder? Dit zijn de buitenluiken. Die ziet geen hond in een museum. In de kerk vroeger is dit wat je zag. Want een groot drieluik, een altaarstuk, was dicht. Alleen op zondag en feestdagen werd het opengemaakt. En wat zien we? We zien de annonciatie. De aankondiging van wat? Het belangrijkste wat in die tijd, 16e eeuw, kon hebben plaatsgevonden, namelijk de aankondiging van de geboorte van Christus door de aartsengel. En wie zei dat nou? Niet zozeer die aartsengel, als wel die duif die daar naar beneden komt. Een bekend onderwerp. Wat is nou zo verhipt en bijzonder? Dat is in feite het licht en het perspectief. Je kijkt naar een vrome, lezende Maria, in dit geval afgebeeld in een tempel. Met die aartsengel die daar gezoefd komt. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je dat die bogen die erin zitten, dat hij achterdoor gewoon de voorstelling doorloopt. Dus die houten bogen met goud afgezet, die de voorstelling kaderen, inzetten eigenlijk, daarachter loopt het landschap door. Het is ongelooflijk mooi geschilderd. Je kunt dus aan de aartsengel zien dat het een werk is wat hij heeft geschilderd nadat hij terugkomt uit Rome. En waarom zie je dat? Nou, als je even naar die ventse knieën kijkt, zie je dat het een stevige, gespierde partij is. Normaal zijn aartsengelen iets etherischer. In de middeleeuwen, nou, denk maar aan Van Eyck, denk aan Rogier van der Weyden. En alle Vlaamse primitieven zijn ze gewoon wat mooier, wat vriendelijker. En verder valt natuurlijk op kleurgebruik en de doorlopende diepte die onderstreept wordt door het felle licht. Een wonder, omdat wij als museumbezoekers het nooit zien. Vroeger zag men het eigenlijk altijd. Het schijnt dat in de maand maart het museum heeft besloten om de luiken dicht te doen. Dus dan kun je nog een keer komen, nu op weg naar Heemskerk, zeker naar dit schilderij. En aan de overkant hangt een Ecce Homo. Deze horen bij de eigen collectie van het museum. Dus hoe dan ook kun je ze altijd zien. Waarschijnlijk niet open deze, dan zie je die gruwelijke moord. Maar die gaan we nu zo bespreken. Kijk, Maarten van Heemskerk was een katholiek schilder. En dat is echt heel belangrijk om even in de kop te houden, want dit is de tijd dat bij ons de reformatie op gang komt, de geuzen eraan komen, de grote gevechten zijn in allerlei steden, omdat de katholieken eruit gejaagd worden, in het noorden in ieder geval. En we zitten hier in Haarlem. En Maarten van Heemskerk blijft zich, net overigens als zijn leermeester van Skorrel, blijft zich bekennen tot het katholieke geloof. Dat is bijzonder. En er is een groot verschil met protestantse schilderkunst, zal ik maar zeggen. Die kenden geen altaarstukken, dat deden ze niet. Wat zien we hier nu? We zien een op zich gruwelijk moment in de levensgeschiedenis van Christus, namelijk Pilatus, dat is die wat jolig uitgedoste meneer, die ons, Christus, toont, reeds als koning van de Joden, met zijn doornenkroon op. En we zien dus Christus deemoedig op weg naar het kruis. Want hier gaat daarna Pilatus vragen, wie, wat doen we met hem? Ja, en het volk liep zoals zo vaak verkeerd, hang hem op, of in dit geval kruisig hem. Wat zien we nog meer? We zien de twee zijluiken met een Christoffel, met het
Christuskindje. En met Martha. Martha heeft wel even aandacht nodig, want Martha heeft namelijk een rachebol bij zich als symbool van de vlijtige huisvrouw. Ja, wild nodig, zelfs in die tijd. Daarvoor staan een dame met waarschijnlijk haar 5 dochters, een heer met een zoon. Kortom, altijd te zien tegenover die andere, beide zeer de moeite waard.